Nog eentje die we ook toch wel regelmatig horen, is dat mensen zeggen, ja, ik kom wel heel sociaal over, maar ik voel me niet heel sociaal. Dus zeker als je dan terugkijkt naar als ik jong was en zelf nu nog, ik kan me perfect aanpassen aan groepen, maar als ik eigenlijk terugdenk, had ik toch nooit in mijn jeugd of iemand waar ik alleen vrienden waar ik echt die connectie mee kon maken. Of ik had er één of twee echt goede vrienden, maar globaal eigenlijk, als je de klas bekijkt, ja, dat was meer oppervlakkig en ik had daar zo een gevoel van gemis bij, alsof dat er ja, iets ontbrak. Wat we ook dan veel horen is, en we zien dat trouwens ook nu bij, want dat is eigenlijk meestal reflectie naar onze jeugd, wordt deels ook ondersteund door ja, nu in contact te komen met ouders met hoogbegaafde kinderen. Maar dus wat we zien is dat jonge kinderen, en als flashback deed, ook eigen jeugd, en dat nogal een keer donkere gedachten hadden of toch heel diep nadachten op het leven op een leeftijd dat de meeste kinderen daar nog helemaal niet mee bezig waren. En daar babbel ik echt over, ja, de lagere school, zelf eerste helft lagere school, existentiële vragen en daar echt mee in de knoop zitten op dat moment. En dat is eigenlijk, zijn ze van die dingen die duidelijk indicatoren zijn, ja, dat jouw brein toch sneller en anders geëvolueerd is dan uw collega-studenten. En dat is bijvoorbeeld ook in intakegesprekken zoals Marjolein toe, een van de vragen die ze gaat stellen is echt teruggaan in de tijd, bijna tot aan de geboorte. Hè, als jij ook een baby was, met grote ogen, alles was zien wat er rond hem gebeurde, of rond haar gebeurde. Zo, al van die kenmerken, hoe dat je bent gestart met te leren stappen, leren praten, hoeveel keer dat wij horen van ja, dat die heel lang zwegen om dan in één keer in volle zinnen te beginnen babbelen. Of dat die niet kon stappen de hele tijd om dan in één keer wel te stappen, fietsen van hetzelfde. Het trauma, hysterie, à la limiet. En dan opeens van het ene moment op het andere zien ze voorbij chasen op een fietsje. Dat is dat brein dat dus ja, anders aan het evolueren is. En dan echt wel vitesjes hoger gaat. En dat stelt zich verder in het latere leven. En vandaar die connectie maken is ook zo eentje. Dus je kunt sociaal heel vaardig zijn en connectie leggen in de zin van sociale contacten onderhouden, wat small talk, projecten realiseren ook op basis van die contacten. Maar dan komt natuurlijk een ander type van connectie. Waarvoor je echt in contact moet proberen komen met mensen die ja, diezelfde diepe en brede kijk hebben op uitdagingen. En dus die even het nog niet bewandelde pad meestal eerst keer willen nemen. Omdat het bewandelde pad wat, ja, wat saai, wat leeg lijkt en dat ze dan toch meer diepgang willen hebben in wat ze bezig zijn. Dus vandaar die eenzaamheid, dat hoeft niet negatief te zijn, maar we zijn een beetje een kuddedier, zeg ik altijd. Dus je moet wel momenten hebben dat je in contact komt met mensen die datzelfde denkpatroon hebben. En dat vind ik trouwens super leuk aan dit traject, omdat meestal mensen zijn die hebben al een uitgebouwde carrière. De meeste hebben effectief ook wel twee jobs op zijn minst die ze aan het doen zijn. Die hebben al heel wat ervaring op de teller. En we hebben dus heel veel meer puzzelstukjes waar we dan mee aan de slag kunnen gaan om te kijken van hoe gaan we nu, als we daar COVID als laag boven gaan leggen, hoe kunnen we de puzzelstukjes al leggen die al passen? Want voor alle duidelijkheid, het hoeft niet slecht te gaan om COVID toe te passen. Integendeel, zelfs als het goed gaat, kan je het veel voller, kan je ook inzichten krijgen van rond bepaalde dingen. Oh shit, daarom voelt dat nu zo goed. Dus je kunt die puzzel echt leggen bovenop de COVID-kader en dan met al die tools erbij die we gebruiken. Bijvoorbeeld, we gaan een tijdsregistratie doen. Dat is ja, een heel mottige activiteit. Maar het is de enige goede manier om op microniveau te gaan kijken waar uw energiegevers zitten. Wat u eigenlijk echt leuk vindt. En ja, wat dat je erbij pakt, ook op je
als je een slechte dag hebt, kunnen we eigenlijk meer gaan slicen en vinden van welke onderdelen van je dag waren nu echt leuk en welke onderdelen waren echt niet leuk. Wat was echt hetgeen dat je zuur opgebroken heeft en wat waren stukken die eigenlijk wel meevielen. Een voorbeeld dat ik dan altijd geef is van trouwens, ons eerste traject was er iemand die alleen en waren aan het brainstormen over ja, wat vinden we leuk, wat vinden we niet leuk aan hun job. En de conclusie was dat vergaderingen, oh, dat was een pest. Echt, dat altijd s'avonds een slecht gevoel als die vergadering had. Dat. En oké, okay, dat klinkt volledig logisch. Ik ben ook niet zo heel zot van vergaderingen. Maar hij had dan een tijd in detail zijn tijdsregistratie bijgehouden. En in detail bedoel ik echt, bij manier spreken, elke 10 minuten, elk kwartier noteren. Niet elk kwartier het noteren, maar per kwartier evalueren van oké, okay, wat heb ik gedaan? Hoe voelde dat? Was dat goed? Was dat slecht? Gaf dat energie? Gaf dat geen energie? Was dat een storting of een afname van mijn emotionele bankrekening? Ik leg dat uit in de cursus, al die elementjes. Om dan eigenlijk tot de conclusie te komen, en heel rap eigenlijk, na een dag of twee, dat hij vergadering eigenlijk heel leuk vond. Omdat dat ja, creatieve processen waren, dat je daar ook wel dingen in kon veranderen. Behalve als er één persoon aanwezig was, als die persoon was, dan had hij altijd heel slechte ervaring met de vergadering. Want die persoon die was heel operationeel, die had ook zijn talenten, want iedereen heeft zijn talenten en heeft zijn waarden. Maar natuurlijk in het type vergaderingen die hij leuk vindt, is een heel operationeel, praktisch persoon niet het meest ideaal om de grenzen te gaan verleggen. Dat is de persoon om te zorgen dat hetgeen dat je doet op een veilige en goede manier kan gebeuren en de risico's beperkt blijven. En zo kwam hij eigenlijk tot de conclusie van, oh, ik deed dat wel graag. Dan zou je zeggen, ja goed, kleine ontdekking. Als we doorzeggen, die kleine ontdekking van ik vergader graag, en oké, okay, en ik weet waarom dat ik dat eigenlijk graag doe, heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk nog terwijl het traject loopt, want houd rekening mee dat het traject toch uw trein soms wat bijstuurt, is die nog binnen het bedrijf in een totaal andere functie gestapt, internationaal, om een volledige redesign te gaan doen van bepaalde processen. Dus dat kleine inzicht van die vergaderingsjes, 2 dagen, en de analyse van wat is leuk en niet leuk daarin, kan zorgen dat wat je vandaag een millimeter een correctie doet, dat eigenlijk binnen een maand en 2 maand al kan zorgen dat je met eigenlijk een totaal nieuwe functie zit en totaal andere dingen aan het doen zit. En dan natuurlijk die energieboost nog veel verder voort. Dus het is een heftig traject met heel veel heel interessante tools. En vooral waar dat we op zoek gaan naar ja, de fond. Hè. En daar helpen we elkaar dan in om daar echt in een fond te gaan vinden. Dus als je op zoek bent naar nogal een pittige opleiding en meer dan een opleiding, eigenlijk de reflectie, meditatie, onderzoek, analyse, brainstorm, allemaal gemixt in één traject. Met mensen die een beetje de gelijkaardige honger naar diepte hebben, diepte, breedte, dan is dit wel iets voor jou. Allee, moest je eraan denken? De link zal bij de video staan. Surf dan even rap naar de site. Vraag een gratis kennismakingsgesprek. En dan kijken we of we deze reis een keer samen kunnen maken.